Welkom hier vandaag op de Klimaatdag 2020 met de titel Hordenlopen naar Parijs. U heeft ingelogd bij de sessie Mensen maken de transitie. Mijn naam is Esther van der Voort en ik ga vandaag met u deze sessie doen. We zijn allemaal een beetje extra digitaal. Er is niemand hier live behalve ik. Dus het is anders dan anders. Dus vergeef het ons als er soms een kleine hapering in zit. In deze sessie gaan we het hebben over de uitdaging van de transitie op het gebied van het uitvoerend vlak. Want wie gaan die transitie nou vormgeven? Hebben we wel genoeg mensen om dat te doen? In het begin maar van dit jaar maakten we ons allemaal nog zorgen. Zijn er wel genoeg mensen? En nu horen we dat er heel veel mensen werkeloos zijn. Zouden die twee elkaar kunnen versterken? Of is dat een beetje te simpel gedacht? Nou, en wat is dan de rol van de regio erin? En wie moet welke stap zetten? Daar gaan we het vandaag met u over hebben. En dat doe ik met Martin de Haan, programmadirecteur VTI Amsterdam. Marten van den Hengel, voorzitter van het kernteam Mensen maken de transitie. En met Ruud Cornelissen, vakbondsbestuurder bij de FNV voor de sector energie. Ik doe dat niet alleen, ik doe dat samen met Gert-Jan van Dalen van het RVO. Hij zit hier in de studio en hij laat alle vragen die u heeft bij mij binnenkomen hier op mijn schermpje. En ik hoop dat u heel actief meedoet en ook vragen heeft voor mijn deelnemers. Vragen die u stelt kunt u ook liken. En hoe meer u ze liked, hoe hoger ze komen en hoe groter de kans dat ik ze stel. En we gaan ook via een poll af en toe uw mening vragen. En om even te kijken of dat allemaal werkt, gaan we dat eerst even doen. U krijgt nu een eerste poll voorgezet. En dat is eigenlijk eentje die u best heel simpel kan beantwoorden. Dat is namelijk in welke sector bent u werkzaam? Een heel aantal vragen. En ik krijg straks vanzelf in beeld hoe u verdeeld bent over elkaar. Maar nogmaals aan u ook de oproep om zoveel mogelijk uw vragen via de chat te stellen. Ik probeer ze dan in te brengen. En als dat niet lukt, maakt u zich geen zorgen. We hebben hier afgesproken dat alle vragen die u heeft nog gebundeld zullen worden en beantwoord. Althans, die toezegging doe ik nu. Dus iemand heeft straks heel veel werk. Nou, dus zet hem op en kom maar binnen met die vragen. Ik stel voor dat we straks kijken naar de uitkomst van de poll. Maar ik wil deze dag, deze webinar met u aftrappen met een introductie. En die introductie die krijgen wij van de voorzitter van de SER en de voorzitter van de taakgroep Arbeidsmarkt en Scholing van het Klimaatakkoord. Dames en heren, mag ik van u thuis een daverend applaus voor niemand minder dan Mariette Hamer. Hallo. Heel apart om het zo te doen. Maar het hoort bij de nieuwe tijd, zullen we maar zeggen. Het is heel fijn om deze sessie te mogen aftrappen. Onder de titel inderdaad Mensen maken de transitie. En die titel is niet zomaar alleen de titel van deze sessie. Maar is eigenlijk ook de titel van het werk wat wij bij de SER voor onder andere voor het klimaatakkoord aan het doen zijn. We hebben al lange tijd een werkgroep, een taakgroep, arbeidsmarkt en scholing. En daar proberen we inderdaad de verbinding te leggen tussen alles wat we bedenken in het klimaatakkoord en de mensen die het moeten gaan uitvoeren. Want het zijn uiteindelijk niet de afspraken in het klimaatakkoord die de zonnepanelen op de daken leggen. En het is uiteindelijk ook niet de technologische ontwikkeling die de elektrische voertuigen gaat onderhouden. En het zijn ook niet de werkprocessen die de windparken op zee gaan aanleggen. Het zijn uiteindelijk de vakmensen, de stagiairs, de werkbegeleiders, de onderzoekers, de planners die ervoor moeten zorgen dat het werk gedaan gaat worden. En wij hebben vanaf het begin af aan met onze taakgroep gezegd, de arbeidsmarkt en scholing bepaalt eigenlijk het tempo van de energietransitie. En dat zou ik ook vandaag nog eens willen benadrukken. En ik zou u eigenlijk ook willen verzoeken, hoort, zegt het voort. Want het is wel iets wat soms nog onderschat wordt. En dan zijn we heel druk bezig met het bedenken hoe het allemaal in de wetten moet. Maar nog te weinig met hoe gaan we het uiteindelijk uitvoeren allemaal. En daarvoor moeten we heel intensief samenwerken om voldoende mensen te krijgen. Maar ook om mensen mee te laten veranderen in het werk.
En om te zorgen dat iedereen uiteindelijk ook mee kan doen op die arbeidsmarkt. Want dat is weer belangrijk voor het draagvlak van het klimaatakkoord. Nou, daar zet onze taakgroep zich voor in. Daar zitten allerlei mensen in vanuit de sociale partners, vanuit de verschillende branches, vanuit de verschillende onderwijsinstellingen, vanuit de gemeente. Iedereen die daarbij betrokken is, is vertegenwoordigd in die taakgroep. En we beginnen langzamerhand op stoom te komen. Dus er komen gelukkig ook steeds meer regio's en sectoren bij. En dat is ook echt nodig om die energietransitie gestalte te geven. Ja, en nou ja, voor als wat we bij veel zal gelden, waren we allemaal lekker bezig en toen brak de coronacrisis uit. En daar kun je eigenlijk op twee manieren, denk ik, in dit geval naar kijken. Sowieso legt corona natuurlijk een behoorlijk vergrootglas op datgene wat er zou moeten gebeuren. Maar wij zien natuurlijk ook iets anders nog op die arbeidsmarkt gebeuren. Niet alleen ten opzichte van klimaat, maar juist ook voor de arbeidsmarkt breed. Want wat zien we nu? Dat door tijdelijke vraaguitval veel mensen in sectoren hun baan dreigen kwijt te raken. Juist die mensen die we zo hard kunnen gebruiken bij dat klimaatakkoord. En ook investeren en in leren en innoveren komt in een crisis al snel onder druk te staan. Dus eigenlijk voor die twee dingen zouden wij zeggen, daar zouden we een extra kans kunnen zien. Als we met elkaar besluiten dat juist leren en innoveren in deze tijd heel erg belangrijk is, juist ook richting die klimaattransitie, die energietransitie. En als we ook gaan kijken hoe we mensen vanuit de sectoren waar nu de tekorten zijn, zouden kunnen krijgen naar die sectoren die zeg maar allemaal nodig zijn om die energietransitie te laten slagen, dan kunnen we van de nood, om het zomaar te zeggen, een deugd maken. En wat dat betreft staan we denk ik aan de vooravond van wat ik zou willen noemen het grootste van werk naar werk experiment wat we hebben gezien. En er wordt natuurlijk ook op allerlei plekken nu door sociale partners, door het UWV, door gemeenten nagedacht over de vraag hoe krijgen we nou die mensen naar dat nieuwe werk wat er nog wel is en hoe moeten we ze daar naartoe scholen. En vaak hoor je dan het tekorten in de zorg. Ik zou eigenlijk willen, en dat zou misschien ook een ambitie voor vandaag kunnen zijn, dat we in één adem noemen zowel mensen nodig voor de zorg als mensen voor de klimaattransitie. En daar zijn dan heel goede mogelijkheden voor om met scholing, daar gaan de inleiders straks ook over praten. Er is ook alle reden om het economisch herstel te koppelen aan een ambitieuze en duurzame agenda van het kabinet. Die agenda was er al en die zouden we eigenlijk nu versneld willen invoeren. Want dit is ook het moment om dat te doen en het kan ook voor de economie heel goed zijn. Maar het vraagt wel veel van partijen. Vooral samenwerken, over je schaduw heen kunnen stappen. En dat is natuurlijk niet altijd makkelijk, want dat zijn we niet zo gewend. Toch is het belangrijk dat het gebeurt en vooral dat het gebeurt dichtbij de werkvloer. Daarom zou ik vandaag ook een aantal kansen willen laten zien en een aantal bewegingen die er al zijn. En ook met u willen praten van wat kan die burger er nou van merken en wat kunt u er ook zelf aan bijdragen. Dus ik hoop dat we straks in het gesprek niet vooral een bestuurlijke dialoog krijgen en beleidsdiscussie, maar vooral vanuit de praktijk kijken van wat kan er. Nou, vanuit die gedachte heb ik ook drie voorbeelden uitgenodigd om juist een bijdrage te leveren uit die praktijk. Marta van Hengel van Mensen Maken de Transitie kan heel interessant vertellen over leren en samenwerken in een wijkgerichte aanpak. We hebben dat van nauw mogen volgen, hoe dat van een klein project alsmaar groter is geworden. Echt een mooi project. Martin de Haan over het omscholen van mensen naar groene installatiewerk en hoe je dat kan aanpakken, ook heel interessant voorbeeld. En Ruud Cornelissen vanuit de FNV vertelt zijn ervaringen rond de Hemwegcentrale over het begeleiden van mensen uit fossiele naar groene sectoren. Ook een heel interessant voorbeeld en natuurlijk ook tot stand gekomen in een politiek moeilijke situatie en toch een mooi project uit voortgekomen. Het kan dus, en we weten dat het kan, maar is wel ontzettend veel te doen. Nou, ik hoop dat we vandaag daar een beetje verder mee komen
En ik wens u heel veel inzicht en heel veel inspiratie toe. En ik hoop dat u uit de inleiders ook echt een beetje aanmoediging ziet. Om ook zelf aan de slag te gaan. En met elkaar dat mooie transitietraject van mensen maken. De transitie, daar gaat het uiteindelijk om. Om dat invulling te geven. Ik wens u heel veel plezier. Enorm bedankt, Mariette. En ik wil ten eerste je even natuurlijk bedanken voor je verhaal. Maar ook fijn dat je de gasten nog een keer introduceert. Want er zijn een paar mensen iets later ingehaakt. En die vroegen aan mij via de chat, waar is iedereen precies van? Dus dank je wel dat je dat hebt gedaan. En natuurlijk ook aan jou wel een compliment als voorzitter van de SER. En voorzitter van de taakgroep Arbeidsmarkt en Scholing van het Klimaatakkoord. Je doet de oproep om vooral met elkaar in gesprek te gaan over de praktijk. En niet een beleidsdiscussie. Ik moet zeggen, ik vond dit een prachtig inleiding, waar maar heel weinig beleidstaal in zat. Dus ik vond het een heel mooi, goed voorbeeld om mee van start te gaan. Dus dank je wel, dank je wel. Wij kunnen aan de slag. Ik heb de poll gaat natuurlijk niet helemaal vanzelf zoals ik het wil, maar ik heb wel van u binnengekregen hoe u erbij zit thuis. Werknemer, werkzoekende of student, ongeveer 16%. Vanuit het onderwijs zitten er 3%. Lokale overheden, 24%. Oh, u ziet hem wel in beeld, zie ik. Dus dan hoef ik het misschien wellicht niet allemaal te benoemen. Wel goed voor mij om te weten. En anders is 37%. Nou vind ik dat nog wel interessant. Dus als u nog wil aangeven wat anders dan is, dan kunt u dat zelf in de chat ook nog met elkaar zien. En als het heel interessant is en anders dan verwacht, dan zal Gert Jansen naar mij nog wel weer doorzetten. Ik wilde met u het programma gaan starten en dat doen we eigenlijk aan de hand van 3 blokjes. Namelijk, we gaan het hebben over hoe gaan we dit nou eigenlijk aanpakken? En dan echt lekker concreet. Zijn er al goede voorbeelden? Het tweede deel gaat over, en als die goede voorbeelden er dan zijn, hoe kunnen we dat opschalen naar bijvoorbeeld een regionale aanpak? En de derde vraag die we gaan behandelen is, wat heb je daarvoor nodig en wie is er eigenlijk aan zet? Dus in die volgorde gaan we het doen. En Mariette gaf het al prachtig aan in haar verhaal. Ja, we kunnen natuurlijk met z'n allen bedenken dat er zo'n transitie moet komen. Maar wie gaan die transitie dan maken? En ondanks dat er een crisis is, krijgen installateurs en netbeheerders nog altijd hun vacatures niet vervuld. Nou ja, hoe ga je dat aanpakken? En hier gaan we het hebben over omscholen. Maar als het dan gaat over omscholen, ik gooi er maar gelijk weer een poll in voor u. Wat is dan volgens u het grootste obstakel waar we tegenaan gaan lopen? Vult u hem in en terwijl u dat doet, ga ik alvast maar in gesprek. Want kijk, we zeggen steeds, je zou denken dat die werkeloosheid en die tekorten in de energiesector, die kan je mooi met elkaar matchen. Maar dat blijkt nog helemaal niet zo gemakkelijk te zijn. Want waar ga je nou beginnen, Martin? Kan jij ons daar iets over vertellen? Van, hoe pak je dat nou aan? Jij bent natuurlijk dagelijks bezig met scholing. Ja, ga je gang. Ja, dat klopt. Ik ben daar zeg maar dagelijks mee bezig. Ja, hoe pak je dat aan? Kijk, wij kijken in ieder geval bij ons in de regio heel sterk naar een ketenaanpak. Waarbij je een aanbodkant hebt en waarbij je een vraagkant hebt. En die proberen we met elkaar in verbinding te brengen. Nou, dat is volgens mij denk ik ook gelijk het belangrijkste punt wat ik daarmee wil maken. Is dat scholing is daar echt een cruciaal onderdeel in. En dan moet je dus kijken, wat kan iemand al? Mm-hmm. De zogenaamde skills. We hebben een partner hier in de regio, House of Skills, die dat heel goed in kaart kan brengen. Zodat je uiteindelijk weet, oké, wat moet iemand al nog leren om uiteindelijk dat nieuwe beroep te gaan doen? Mm-hmm. En dus, het klinkt natuurlijk heel makkelijk, er zitten nog wel wat meer haken en ogen aan. We zijn het echt aan het uitproberen met elkaar. En Martin, ik krijg ook een vraag binnen. En er zijn toch een aantal mensen die zeggen, nou, langzaam op stoom komen, dat valt reuze mee. Het gaat echt wel goed. Hoe sta jij daarin? Nou, kijk, je moet het zo zien dat de installateurs, die zijn natuurlijk al heel erg lang bezig met de energietransitie als onderdeel van hun werk en werkzaamheden. Dus er gebeurt al ontzettend veel, alleen we weten het niet. Het wordt een verhaal wat ook eigenlijk. Weten we niet? Nee, er wordt te weinig verteld over wat er eigenlijk allemaal al gebeurt. Ja, dat is te weinig zichtbaar in het publieke debat. Ja, dus ik hoor je eigenlijk zeggen van ja, de mensen die in die branche werken, die zijn al ontzettend hard bezig en die zijn zich aan het goed aan scholen en voorbereiden op nieuwe manieren. Maar volgens mij hoor ik Mariette ook zeggen, ja, dat is heel goed, maar daar gaan we het niet mee redden. We hebben meer mensen nodig. Nou, dat klopt. Hè. Voordat de coronacrisis uitbrak, toen
richten wij ons als VTI vooral op de initiële instroom in het onderwijs. En daar met die aanpak die we ontwikkeld hebben met onze regionale partners, waren we zeer succesvol. We hebben achter elkaar 20% jaarlijks groei op het MBO gerealiseerd. En we zien nu ook dat de lessons learned toen redelijk bruikbaar zijn voor de vraag waar we nu aan staan. Ja. En want ik vond het ook mooi, Mariette gaf al aan, het gaat over heel veel soorten verschillende beroepen. Hè? Want je kan heel gemakkelijk denken van ja, iemand moet die zonnepanelen op het dak leggen. Maar het gaat over de hele breedte, heb je mensen nodig. En hoe zit het nou met die omscholing? Is dat een groter issue bij het MBO, het VMBO? Of is het bij het HBO, WO ook nodig om aan omscholing te doen en nieuwe mensen op te leiden? Ja, kijk, wij richten ons vooral op het MBO. En daar zien wij ook echt een hele grote vraag. Hoewel op het HBO is dat natuurlijk ook zo. En het klopt inderdaad, in die hele keten heb je meer mensen nodig. Niet alleen omdat we de energietransitie hebben, maar ook omdat er sprake is van vergrijzing in de branche. Het is eigenlijk een tweevoudige vraag waar we een antwoord op moeten vinden. Ja. En is het ook niet een beetje moeilijk? Ben je ook niet een beetje opleiding aan het maken voor dingen die nog niet helemaal helder zijn? Ja, dat klopt. Kijk, de technologie die ontwikkelt zich natuurlijk exponentieel. En dat betekent dat de leerlingen in ieder geval die nu in het initieel onderwijs instromen, dat die straks moeten werken met apparaten of technologie die op dit moment nog in ontwikkeling is. Maar dat is ook helemaal niet erg. Ja, want de branche die kan daar heel erg goed mee omgaan. En die zijn zelf heel erg gewend om te blijven omscholen, opscholen. Daar is een hele goede infrastructuur voor opgetuigd. En de mentaliteit binnen de installatiebranche is ook gewoon echt aanpakken. En gewoon doen en ook lerend doen. Ja. Sluit ook mooi aan bij de oproep van Mariette. Ja, ja, ik wil zo even naar Ruud, maar ik krijg hier binnen dat jullie kunnen de poll wel zien, dus ik niet. Maar ik hoor dat de hoogste score op de poll is, wat is nu de belemmering in dat omscholen, te weinig samenwerking, te versnipperd. Ik zie Marta knikken, die haal ik er straks even bij ook. Maar wat vind jij, Martin? Nou kijk, ik denk dat die constatering die klopt wel. Veel partijen die proberen toch hun eigen wielen uit te vinden. En daarom pleit ik ook zelf heel erg voor publiek-private samenwerking. Waar je met al die partijen die een deel van de oplossing in de handen hebt samenwerkt om deze klus te klaren. Ja, ik ga toch even naar Marta, want ze zit zo te knikken. Marta, kan jij er wat over zeggen? Veel haakjes waarvan ik dacht, daar zou ik nog wel iets over willen zeggen. Ja, dat versnipperen is, vind ik, best ook een ding. Vanuit de werkgevers zie je dat er veel initiatieven ontstaan om hierover na te denken. En het is soms lastig om te zien waar moet je op aanschakelen. En ik denk dat wij dus ook met elkaar gewoon goed moeten kijken van in regio's, hoe kunnen wij vanuit de organisaties die werk uiteindelijk ook moeten gaan doen, samen met die scholen, Dat goed vormgeven. Niet te lang stil blijven staan bij hoe organiseren we dit, maar echt aan de bak. Nu is het moment. Hè. Nu komen er mensen helaas op de arbeidsmarkt als gevolg van corona. Ja, we moeten met elkaar kijken hoe we die kunnen vinden, kunnen enthousiasmeren. En precies zoals Martin zegt, kunnen uitnodigen om te laten zien wat ze kunnen en kijken hoe ze verder kunnen opleiden. Ja, dus vooral aan de bak, zeg je ook. Aan de bak. Ik kom zo nog bij je terug, Marta, maar ik wil even naar Ruud, want we hebben hier Ruud en jij bent vakbondsbestuurder bij de FNV voor de sector energie. Nou, je zit hier middenin. Dit is waar jij mee bezig bent, toch? Waar moeten we beginnen volgens jou? Bij de mensen zelf. Als ik kijk naar de oude energie, dan zie ik dat daar mensen werken die heel erg gericht zijn geweest vanuit het verleden op techniek. Na moeten gaan denken, is er nog wel plek voor mij in de techniek waar ik op de afgelopen jaren mee bezig ben geweest. Je dus met die mensen moeten gaan bespreken om vervolgens te gaan kijken, wat zijn je ervaringen verder? Je willen, vinden wij dan, moet je dan ook een gerichte opleiding verzoeken. Maar niet alleen een opleiding. Ook kijken of er in werkend Nederland, om het maar zo te zeggen, ook vraag is naar die en wij proberen het dan zo te doen dat als er iemand is die zegt
Nou, ik wil een man in beeld. Dan gaan wij ook kijken waar is er een plek voor iemand, voor een werkgever die een timmerman zoekt. We brengen hem met elkaar in contact. Ja. We gaan opleidingsafspraken maken. Daar gaan we mee verder. En dat betekent dus ook dat als wij, ik over met name het kolenfonds wat we gebruikt hebben bij de Hemweg. Als wij dus iemand afleveren, dan leveren we hem af die een diploma heeft, maar ook een baan. Het voordeel van de gedachte die wij hebben, vergeleken bij wat er nu gebeurt, in de WW terechtkomen. Ja. Netjes een sollicitatiebrief moeten inleveren, om verder maar zelf uit moeten zoeken. Ik hoor wat je zegt, Ruud. Het is mooi, want jij zegt eigenlijk zeg jij van ja, want je noemde al de Hemweg. Hè? Jij bent betrokken geweest bij nou ja, het omscholen van ja, of naar nieuw werk begeleiden van wat was het 150, 200 man om die daarbij te helpen. En je zegt terecht, ja, we gaan uit van wat iemand persoonlijk wil en dan kijken we waar die heen wil. Dus als die timmerman wil worden, prima. Maar wil die aan de transitie bijdragen, ook prima. Maar Mariette doet hier de oproep en die zegt van ja, kunnen we ons dat eigenlijk wel permitteren om iedereen maar te laten doen wat hij wil? Moeten we eigenlijk niet ook een klein beetje duwen van goh, timmerman is leuk, maar in die transitie is ook hartstikke gaaf werk. Volgens mij ben ik Ruud kwijt, jongens. Oh, Ruud is opgelost. Marta, wat vind jij van mijn betoog hierover? Denk je dat Mariette dat bedoelde? Ja, dwingen geloof ik niet zo in. Verleiden wel. En ik denk dat dat helemaal niet zo heel moeilijk is. Want ik denk dat heel veel mensen in Nederland zich inmiddels toch ook best wel druk maken om het klimaat. En zien dat het goed is om daar wat aan te doen. Dus ik denk dat, dat we met niet al te veel moeite mensen kunnen enthousiasmeren voor dit mooie werk en voor dit mooie werk in de maatschappelijke opgave. Dat zien we bij jongeren, maar ik zie dat ook steeds meer bij mensen van een wat hogere leeftijd ontstaan. Ja. Dus ik denk dat onze middelen en ook onze campagnes daar op zouden moeten richten. En ik denk dat dat dan niet nodig is om te verplichten. Ik denk dat dat gewoon wel gaat. Ja, Ruud is even verdwenen, dus we gaan even met elkaar door. Ik heb wat vragen binnengekregen en ik ben benieuwd of jullie daar iets mee kunnen. De eerste is, en die dus upbrengt, dat is nog een nieuw woord in deze nieuwe digitale wereld voor mij. De urgentie van de klimaatcrisis is zo groot dat dat het tempo moet bepalen en niet andersom. Martin? Nou ja, als ik mag antwoorden op die vraag, ja, de urgentie is inderdaad heel erg groot. Het tempo wordt door heel veel factoren bepaald, denk ik. Dus politiek, bestuurlijk, maar ook op uitvoering en ook op opleidingsniveau. Dus eigenlijk al die verschillende niveaus, die moeten met elkaar samenwerken om die versnelling te maken. Afzonderlijk gaat dat niet lukken. Ja, dus ik pleit echt voor een intensieve samenwerking en ook afstemming. Met name op het gebied van de verwachtingen. Ja. Over en weer. En de volgende vraag is wel uiteen. Ja, de volgende vraag die er namelijk onder kwam is wel grappig. Laat burgers in plaats van bedrijven en politici bepalen wat er moet gebeuren. Door het vormen van een burgerraad. Ik zie Martin knikken, dus die is het eens. Dus dan ga ik even naar Marta, want dan iedereen ziet dat jij het eens bent. Dan gaan we even kijken wat Marta ervan vindt. Ja, ik denk dat we tot nu toe geleerd hebben van bijvoorbeeld de proefwijken die door het ministerie van Binnenlandse Zaken zijn aangewezen, is dat het betrekken van mensen en het meekrijgen van bewoners echt wel een hele belangrijke taak. Maar dat is echt heel belangrijk. Hè? Zolang op het moment dat bewoners zelf zeggen, ja, dit willen wij, dan gaat het over het algemeen stromen. Je ziet uit wat er geleerd wordt dat het echt nog wel een kunst is om daar de goede gesprekken over te voeren. En zo'n burgerraad zou daarbij kunnen helpen. Ja, want er is ook nog wel. Om ook de link te leggen naar werk, is dat we denk ik ook veel meer dan we tot nu toe dachten. Het is natuurlijk een technische uiteindelijk. Hè? Er moet iets aan de techniek gebeuren, maar het is een transitie. Die mensen raakt. En het mensen raken moet je misschien ook wel laten doen door mensen die daar heel goed in zijn. Dus door een nieuw type baan als voorlichter, gespreksleider, debatleider. Ja, daar kunnen ook nieuwe banen uitkomen die bijvoorbeeld niet bij de Technische Universiteit vandaan moeten komen, maar die op een HBO of een MBO communicatie veel beter passen. Ja. En dat zijn ook nieuwe banen die wellicht voor de mensen die nu in de horeca werken of binnen de luchtvaart werken, die misschien niet zo technisch zijn, wel heel erg passen.
Ja, het is wel grappig, Marta, want het leeft een beetje in de chat. Gaat het ook een beetje over van ja, dit raakt heel veel burgers. En hoe groot is de bereidheid om hier aan mee te werken? En is dat wel een beetje degelijk onderzocht? Maar ik hoor jou toch heel duidelijk zeggen, het is helemaal geen dwang. Het is gewoon, we proberen mensen enthousiast te maken om zich daar vooral ook op te richten. Ja, ik denk in deze fase dat dat zeker zo is. We staan echt aan het begin van een hele grote verbouwing van Nederland, zeg ik wel eens. Ja, het zou heel raar zijn als iedereen zei, nou nee, leuk, laten we dat morgen gaan doen. Zo werkt een transitie niet. Nee. Dus er zijn veel gesprekken voor nodig en er is tijd nodig om individueel tot een beeld te komen hoe je daarin staat. Ja. En die tijd, ja, die moeten we denk ik ook nemen, want vanuit de eerste mooie voorbeelden dat bewoners zeggen, ja, alles overwegende, wij gaan hiermee aan de bak. Gaan die mooie voorbeelden ontstaan, komen er nieuwe straten kijken. Oh, dat is eigenlijk best wel mooi dat wooncomfort van jouw huis is toegenomen. Dat wil ik ook wel. Ja, en heel veel gave banen ook. Ik ga even, want we hebben een filmpje over iemand die zich heeft laten omscholen. Daar gaan we eens even nu in starten. Ik ben Mirjam Centel, ben sinds kort hier begonnen bij Bob KLB-opleidingen als commercieel medewerker binnendienst. Ik heb de overstap gemaakt van bank naar bouw. Onwijs leuk. De reden van mijn carrière switch is dat ik eigenlijk altijd met wonen en huis bezig ben geweest. Van kleins af aan ben ik al mijn kamer aan het herindelen. Ik heb in de woonbranche gewerkt, dus bij het inrichten van huizen. Ik heb de overstap gemaakt naar de bank. En daar ben ik bezig geweest met het financieren van de woning op de hypotheekafdeling. Vanwege reorganisaties ben ik gaan kijken van nou, wat wil ik nu echt gaan doen? Dit is mijn moment. Ik ben gaan kijken voor kopersbegeleiding om mensen te adviseren bij het kopen van een nieuwbouwwoning. Er werd heel veel bouwkunde gevraagd. Ik ben me gaan oriënteren en kwam toen bij Bob KOB opleidingen terecht. Ik heb de opleiding gevolgd en eigenlijk ben ik bij Bob KOB gebleven en de aanslag gegaan. Kansen binnen de bouw en infra zijn er volop. We hebben gewoon echt tekorten binnen die sector. De vraag naar woningen blijft stijgen. Dus sprake van verduurzaming, onderhoud binnen de wegen, de bruggen. Dus volop mogelijkheden voor eigenlijk allround personeel. Van administratief, uitvoerend, management. Kansen genoeg. Bij de overstap van bank naar bouw wordt de mogelijkheid geboden om je om te scholen. Ik heb zelf de opleiding elementaire bouwkunde aangevolgd. Een hele leuke opleiding van 12 avonden, een dag op de bouwplaats. Het was prima te combineren met thuis, met het werk. Het leuke daarvan is dat je daarna altijd en overal bouwkunde tegenkomt. Weekendje weg, lig je naar een huisje te kijken. Hoe is het plafond nou opgebouwd? Of je ziet het huisje op palen. Je komt het overal tegen en dat vind ik het leuke. Nou, wat mij vooral verrast heeft bij deze overstap, is dat het echt een drempel kan zijn. Maar eenmaal de stap gezet, is het echt heel leuk om te doen. Ik krijg er echt energie van. De overstap heb ik zelf heel positief ervaren. Ik heb nu heel divers werk. Vanaf het eerste telefoontje van iemand die informatie wil over de opleiding, tot en met de diploma-uitreiking. Er is gewoon geen dag hetzelfde. Mijn toekomst zie ik heel opbouwend. Ik werk nu in een team van beheer en onderhoud, maar er is nog zoveel meer binnen overheid, binnen de infra. En misschien ga ik toch nog wel de opleiding kopersbegeleiding doen. Er is nog zoveel meer te doen. Ik kan nog alle kanten op. Ja, Marta, leuk hè, zo'n filmpje. Ik moet gelijk denken, oh ja, ze zei UTA. Ik was ook ooit UTA, uitvoerend technisch administratief. Op een bouwbedrijf deed ik de administratie. En je ziet inderdaad gelijk overal bouwkundige dingen. Dus het is veel breder dan... Oh, dames en heren, Ruud is er weer. We weten niet of je blijft, Ruud, want je verbinding is een beetje wankel. Maar fijn dat je er weer bent. We gaan lekker verder. We hebben net een filmpje gekeken. En Marta, ik wilde bij jou, want jij... Voor het filmpje had je het ook over, je bent dan daar bezig in een bepaalde wijk. En mensen komen dan kijken, oh dat is leuk, willen wij ook wel wat mee. Maar dat is allemaal kleinschalig. Hoe ga je dat naar die regio opschalen? Ja, ik denk gewoon door de tijd zijn werk te laten doen. Een transitie start ergens in het klein, in een wijk met een eerste woning, een eerste straat, een eerste wijkje. In een andere gemeente gaat dat ook gebeuren. Ja, hoe mooi zou het zijn als je vanuit een regio bij elkaar op de koffie kunt gaan kijken. Maar ook een systeem kunt maken waarbij je zegt, waar lopen we nou tegenaan?
Wat gaat er hartstikke leuk, maar wat gaat er ook eigenlijk helemaal niet goed? Het zou natuurlijk doodzonde zijn dat iedere wijk tegen diezelfde lamp aanloopt of tegen diezelfde steen aanloopt. Ja, want Marta, ik kan me ook goed voorstellen, hè? En trouwens, als u thuis vragen heeft, stel ze dan gewoon, hè? Want dan paas ik ze zo door naar onze sprekers. Kijk, Martin zit hier ook nog bij ons. En ik kan me zo voorstellen, als jij bent in die wijk bezig en het is een project en je hebt daar bepaalde mensen nodig. Hoe mooi is het dan als je met in de regio, met je onderwijs, kan afstemmen over wat hebben we hier nou nodig? Wat moet er gaan gebeuren? Hoe zie je dat? Dat is een vraag aan mij, hè? Hij hing in de lucht, maar je pakt hem, dus kom op. Nou, goed. Hoe doe je dat? Kijk, het is wat Marta ook al zegt. Het is een transitie. En per definitie kosten transities tijd. Ja, dus je moet het inderdaad de ruimte geven. En met zo'n groot project als de energietransitie ga je natuurlijk eerst de dingen doen die makkelijk zijn. Ja, dus een deel de infrastructuur. En dan ga je de bijvoorbeeld woningbouwverenigingen, woningcoöperaties... Kan je aanpakken. En op een gegeven moment kom je ook bij de particulieren terecht, wat echt wel een uitdaging wordt. Wat goed is om te beseffen in het hele debat, dat de energietransitie en de klimaatopgave vooral beleidstermen zijn die niet bij iedereen geland zijn. We zitten vaak als we praten over deze onderwerpen in een bepaalde bubbel. Zo had ik laatst met startende leerlingen op het ROC een gesprekje over hun opleiding en hoe fantastisch hun keuze was. Maar toen ik zei, hebben jullie wel eens gehoord van de energietransitie? Toen keken ze me echt heel glazig aan, want ze wisten niet wat dat was. Dat is een lelijk woord dan, Martin. Het is niet een lelijk woord, maar het gaat erom dat als je mensen wil verleiden, hè, want dat is wat Marta ook zegt... Ja. Dan moet je dus wel die verhalen vertellen van de mogelijkheden die deze transitie biedt. Ja. En dat filmpje vind ik echt een heel mooi voorbeeld daarvan. Ja. Ja, en Marta zit ook te knikken, die zegt ja, dat, ja, ja, pak hem maar, Marta. Ja, ja, ik denk dat er inmiddels ook hele mooie voorbeelden zijn waarbij onderwijs en die opgave aan elkaar gelinkt worden. En mensen die... de wereld zitten kennen denk ik allemaal het voorbeeld van Zoetermeer-Palestijn. Dat is een wijk in Zoetermeer. Dus het is mooi om daarover te vertellen, ook als je er nog niks over hebt gehoord. En ook eens om het op te zoeken. Daar hebben ze een hele grote transformatie gemaakt van een wijk met vooral woningbouwcorporatiebezit. En daar hebben ze eigenlijk vanaf dag 1 het onderwijs bij betrokken. En daar zijn bijvoorbeeld opdrachten uitgekomen die een stukje van de puzzel moesten oplossen. En die waren helemaal niet per se alleen maar technisch van aard. Een van de dingen die bij mij is heel erg bijgebleven is, waren grote flats en die mensen moesten verhuizen. Nou, dat is best een heel groot ding als je al jarenlang in een bepaalde flat woont. Je moet naar een andere locatie en je moet op een gegeven moment ook weer terug. Ze hebben met het MBO toen gezegd, met de afdeling Facilitair Management, maak eens een goed verhuisplan voor ons. Was ontzettend waardevol voor dat project, maar het was ook heel erg waardevol voor de mensen op die scholen en voor facilitair management om zo'n mooi concreet voorbeeld te gebruiken. En eigenlijk hebben ze, ik denk dat we iets van 3 of 4 jaar bezig zijn geweest in iedere fase van dit traject, mooie opdrachten met elkaar verzonnen die het onderwijs kon oplossen. En daarmee heb je, denk ik wat Martin terecht aangeeft, hè, de mensen die nog niet zoveel van de energietransitie betrokken. Je maakt het heel concreet. Je leert ook met elkaar wat je in zo'n opgave moet doen. En wat dat misschien voor een volgende traject in een facilitaire opleiding nog moet worden toegevoegd. Het heeft mij, ik vond het een prachtig voorbeeld van hoe je daarin samen met elkaar kunt optrekken. En Marta, want begrijp ik dan goed, want je zei als voorbeeld, maak voor ons een goed en degelijk verhuisplan. Hè? Want het is natuurlijk, die gaat zijn woning in, die gaat ze uit en weer terug. En dat is een hele verhuisbeweging. Aan wie is dan die vraag gesteld, maak dat verhuisplan en wie heeft dat gedaan? Binnen het MBO van Zoetermeer, de opleiding Facilitair Management, die zijn daar gaan kijken. Die zijn met die projectleiding in gesprek gegaan over wat speelt hier en waar zouden wij een bijdrage aan kunnen leveren. Precies. En dit is een facilitair voorbeeld. Ik noem het bewust omdat we het heel vaak hebben over de techniek, maar dit speelt ook.
Maar dit kun je natuurlijk ook voor de techniek bedenken. Als er nieuwe berekeningen moeten worden gemaakt voor zo'n nieuwe woning, wat voor type installaties daar naartoe moeten, kun je de installateur vragen. Maar je kunt ook een opdracht maken die de scholen gaan uitwerken. Ja, en als we dat dan samen met de installatiebranche doen, dan ontstaat er echt energie. Dat is echt heel gaaf. Ja, en want je, ja, ik vraag het ook expres, want ik denk, ja, er zit volgens mij meer onder dit verhaal. Maar zo pak je dus de hele breedte. Maar zeg je dan ook dat er, want je zit daar in de regio met die onderwijsinstelling, dus je creëert ook lokaal werk? Exact. Dit concludeer je heel goed. Want, dankjewel. Als je ervan uitgaat dat in die hele regio al die wijken van het aardgas afgaan en dat alles wat je daar in die eerste wijk leert ook in grotere aantallen moet gebeuren. Ja. Dan is iedereen die je daar via dit soort opdrachten enthousiast voor maakt een potentiële kandidaat om daar een bijdrage aan te leveren. Want dat is, Martin, volgens mij heb jij daar ook nog wel, daar vind je ook nog wat van. Want je maakt je ook druk over de kwetsbare groepen in die wijken. En hoe betrek je die bij de transitie? Hè? Want er is nu meer werkloosheid. De kwetsbare groepen komen altijd als laatste aan het werk. Ja, dat klopt. En daarom moet je ze eigenlijk, blijf ik voor pleiten, dat je met alle partijen heel goed moet samenwerken. En want dit is, ik zie dit ook als een enorme kans voor mensen die op dit moment aan de onderkant van de arbeidsmarkt zitten. En eigenlijk van baan naar baan hoppen, omdat steeds of de klus afgelopen is, of omdat er weer een dip zit in de conjunctuur. Je zou willen dat deze mensen, eigenlijk sterker de arbeidsmarkt opkomen. En als ze geschoold worden in de techniek, dan zullen ze zien, en iedereen die in de techniek zit, die weet dat, dat je daar enorm goed carrière kunt maken. Ja. Dat is denk ik een unique selling point van techniek. Ja. Want je kan, laat ik zeggen, we zeggen altijd van monteur tot directeur doorgroeien. Ja. En je wilt dus niet dat mensen bijvoorbeeld hun baan kwijtraken. Ik zeg nu eventjes logistiek, maar dat kan net zo goed iets anders zijn. Dat is dan bij het UWV of bij de sociale diensten kijken. Oh, je hebt ervaring met logistiek. Nou, dan gaan we iets zoeken in de logistiek. Nou, je zou eigenlijk verder moeten kijken. Hè, wat past bij jou persoonlijk? Hè? Dat sluit ook aan op de oproep van Ruud. En wat is nodig? Ja. En dan creëer je echt een win-win. Ja. En dan kun je met dat vuurtje aansteken. Ja, ik vind een hele mooie toevoeging. Want ja, iemand uit het publiek zegt ook van, ik denk dat regionaal werken veel sneller en beter werkt. Want mensen in de regio kennen de regio. Die kennen ook de mensen in de regio. Met andere woorden staat hier, het heeft geen zin om een Amsterdammer in de Zeeuwse polder te zetten. Omdat de Amsterdammer Zeeland helemaal niet kent. En dat is ook wat je zegt. Je moet dat lokaal met elkaar ook dat perspectief bieden. En dan is wil ik naar richting de afronding van, ja, wie hebben we nou nodig? En ik hoor jou heel erg zeggen van, nou, mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Dus dan zou ik denken regionale arbeidsmarktinfrastructuur, de werkgeversservicepunten, je hebt het onderwijs. Marta, wie heb je nog meer nodig en wie is er aan zet? Ja, je hebt bedrijfsleven nodig. Je hebt eigenlijk iedereen nodig die uiteindelijk een rol gaat spelen in dit speelveld. En dat zijn uiteindelijk gewoon de doeners samen met de opleiders. Om ervoor te zorgen dat we het doen steeds een beetje beter maken. En iedereen die het kan leren, ook die kant op gaat. En je stelde volgens mij de vraag, waar moeten we beginnen? Ik denk vooral dat het gaat over dat we gaan beginnen. Ja. Dus dat we ook nu in de coronasituatie de eerste cv's, de eerste bedrijven die zeggen, jongens, hoe vervelend ook, wij moeten nu even tijdelijk of misschien wel langer stoppen. Dit zijn hartstikke goede mensen met een prima arbeidsethos. Die hebben ook nog wat affiniteit met de techniek in hun privé. Zou je misschien op basis van een cv niet zeggen, maar de meeste leidinggevenden weten dat wel van hun mensen. En die moeten in gesprek met het bedrijfsleven. Daar moeten wij dus als bedrijfsleven ook echt van zeggen. Daar zijn we bij, we gaan kijken. Maar Marta, ik wil even, want Mariette zei van, ja, ik wil het wel concreet. Nou zit ik thuis daar, ik zit daar achter dat scherm naar jou te kijken. En je zegt, ja, we moeten aan de slag. Waar moet ik heen? Wie ga ik bellen, wat ga ik doen? Ga ik me aanmelden bij Martin, kom ik bij jou? Of bij wie meld ik me? Nou, je meldt je sowieso, denk ik, bij je eigen werkgever. En omdat die, als het goed is, met jou een werk-naar-werkplan gaat maken. Dus als je ziet aankomen dat je geen werk meer hebt, dan gaan daar trajecten voor lopen. Over het algemeen is dat goed geregeld. Dat is denk ik de start. Maar wij hebben met elkaar, al die partijen, de verplichting om ervoor te zorgen dat we heel snel hier samen in op gaan trekken. Om te voorkomen dat anders mensen in de WW vallen en we in een UWV-traject komen. En dat is nu allemaal gaande als gevolg van corona. Dat binnen die arbeidsmarktregio's die verbindingen worden gelegd. Er worden transferpunten gemaakt.
Nou, daar hadden we het net over. We moeten zorgen dat we dat niet versnipperd doen. Dat er niet 6 transferpunten komen, maar gewoon 1 of 2. Zodat je weet, als werknemer kan ik daar naartoe. En als werkgever, idem. Ja. En dan moeten we aan de bak. Ja, ook echt gewoon concreet. Wij als werkgevers niet met op zoek naar het schaap met 5 poten... die precies alle palletjes van de opleidingen gereed hebben. Maar mensen die met passie voor die techniek en de wil om te werken en de wil om te leren aan de slag gaan. Ja, en zorg uit het publiek ook nog, Martin, is van ja, hallo, lekker al die vernieuwende opleidingen en dat opzetten, maar zijn we daar als onderwijsinstellingen wel toe in staat? Zijn we wel genoeg ondersteund? Wat zeg jij gewoon? Begin gewoon. Ja, volgens mij moet je natuurlijk gewoon beginnen, maar ik snap de zorgen van de scholen wel, want tegen de technologische ontwikkelingen valt bijna niet op te investeren. Ja, dus vandaar dat wij met al onze partners in de regio de stad en regio als klaslokaal hebben benoemd. En zo ga je dus ook anders kijken naar je stad. Hè? Dus alle moderne technologie die nu toepasbaar is, wordt toegepast. Nou, daar kan je mooi leren. Ja. En ik kijk nog even, want er is ondertussen een poll voorbij gekomen die ik helemaal niet heb aangekondigd, maar u bent zo lekker autonoom gewoon ingevuld. Ik wil eigenlijk, want daar komt uit van ja, de bal ligt vooral bij de overheid, vindt men. En ik vind toch eigenlijk wel jullie laatste, ja, ik zie jou knikken, Martin, maar Marta, ben jij het daar ook mee eens? Oh, iedereen is weg. Even kijken of jullie weer terugkomen. Oh ja, ik zie Marta. Ja, ik neem jij. Nou, ik denk dat de overheid ontzettend kan helpen in deze tijd om geld ter beschikking te stellen om dit aan de praat te krijgen. Want dit vraagt wel echt menskracht, doeners die zorgen dat de mensen zonder werk richting werk komen. Maar ik vind het eigenlijk wel de verantwoordelijkheid van een ieder om Nederland hierin te helpen. En het bedrijfsleven heeft ook gewoon de noodzaak. We weten met elkaar hoeveel werk er op ons afkomt. We hebben nu al tekorten. Dus als we deze bal laten liggen, dan doen we het zelf ook niet goed. Nee. Dus eigenlijk zeg jij, de bal ligt niet op één plek. Overheid zorgt voor de infrastructuur. En alle andere mensen neem jij de verantwoordelijkheid en doe wat je kan. En zie je kansen ook, hè? Want er zitten natuurlijk ook veel kansen. Er zitten hartstikke veel kansen. Ja. Tot corona hebben we allemaal moord en brand geschild over dat we te weinig mensen hebben. Nu is de arbeidsmarkt in beweging. En ligt er gewoon een kans om mensen enthousiast te maken voor dit werkveld. Martin, ik zag jou knikken. Ja, overheid is inderdaad is aan zet. Ja, dat klopt. Kijk, wat je ziet in de coronatijd is dat toch wat onzekerheid optreedt bij ook de bedrijven die zeg maar die doelgroep zou kunnen ontvangen. Dus ik zou de overheid ook willen oproepen om te zeggen, investeer vooral in projecten, zodat de werkgevers werk krijgen en ook voor langere perioden. Ja, zodat zij ook meer geneigd zijn en ook de ruimte krijgen om weer te investeren in personeel. Ja. Want onzekerheid is gewoon niet goed voor de werkgelegenheid, ook niet in de techniek. En door zeg maar grotere infrastructurele projecten aan te bieden, creëer die zekerheid en zorg je ervoor dat er mensen opgeleid worden. Ja. Ja, dat is een hele prettige toevoeging. Sorry, wat zeg je? Dat vind ik een hele terechte toevoeging. Ik verstond door de ruis op de lijn, dat vind ik een hele slechte toevoeging. Ik denk, wat zeg je nou tegen Martin, Marta? Maar gelukkig, een hele terechte toevoeging. Nou, het wordt in de chat ook nog weer beaamd. We hebben iedereen nodig. En zegt iemand, ik stel voor dat de overheid dat zo spoedig mogelijk gaat vormgeven in gesprek met de burger en de bedrijven. Dus we zijn het met elkaar eens, dames en heren. Ik wil Martin bedanken, ik wil Marta bedanken, ik wil ook Ruud bedanken. Want in gedachten was je erbij. Ik wil je thuis bedanken voor je deelname en ik wens je nog heel veel plezier op de rest van deze klimaatdag.